gereden. Onderweg naar Den Haag in de stromende regen. Als de grote favoriet kom je daar binnen straks. Het gaat wel goed, hè? Ja, gaat zeker goed. Ik heb, ben drie gestart en drie gewonnen. Dus ja, kan eigenlijk niet beter. De eerste wedstrijd verwachten mensen niet zoveel van je. Nu verwachten mensen wat van je, dat je weer gaat winnen. En dat wil ik ook heel graag. Dus ja, daarom ben ik ook wel een beetje zenuwachtig. Waar is de spanning het hoogst? Voor de wedstrijd, tijdens? Vaak voor de wedstrijd als ik eraan ga denken. Als ik ga denken van hoe moet ik de sprint gaan rijden. Of stel je voor de laatste vijf ronden zijn de mensen weg. Moet ik het dan dichtrijden of andere? En dan krijg ik het een beetje kriebels in mijn buik. En vaak ook iets van vijf ronden voor het eind. Dan denk ik oké, nu is de finale, nu moet ik me goed concentreren. En de laatste ronde is gewoon gaan. Hoe gaat het er nou aan toe? Krijg je veel dingen mee tijdens de wedstrijd? Zie je veel? Hoor je veel? Ik ben zelf heel druk bezig met kijken wie je weggaat. Want je moet natuurlijk goede mensen niet weg laten rijden. En je grootste concurrenten moet je in de gaten houden. Dus daar ben ik heel druk mee bezig. In vele aanvallen en ik ben met elke aanval meegegaan. En op een gegeven moment ging er eentje weg en die bleef weg. En die hebben niet meer teruggehaald, waardoor zij eerste werd. Wel een bos bloemen. Maar niet de juiste plaats, hè? Nee, ik had natuurlijk gehoopt op de eerste plek. Maar nu had er iemand gewonnen en die was gewoon vandaag echt dik de sterkste. Dus ik heb er vrede mee.